In de Nachtegaalstraat in Honslersdijk hangen tijdens de komende jaarwisseling weer camera's om toezicht te houden. Volgens een woordvoerster van de gemeente Westland, niet omdat het er momenteel onrustig is, maar als preventieve maatregel. De maatregel is ingesteld naar aanleiding van de jaarwisseling van 2014 op 2015, toen het volledig misging in de straat. Zo werden schuttingen afgebroken en ging een lichtmast tegen de vlakte. Sinds de daaropvolgende jaarwisseling hangen daarom tijdens de festiviteiten camera's in de wijk.